kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik namelijk samen met Lonneke. En ja, we zitten hier ook in haar kamer zoals je kan zien. En in deze video gaan we eigenlijk praten over de middelbare school. Ja. Ja, we gaan een beetje tips geven, onze verhalen vertellen, vragen van jullie beantwoorden. Voordat we gaan beginnen wil ik nog iets zeggen, want Lonneke heeft ook een eigen kanaal. Ja. En ze heeft namelijk ook een nieuw kanaal, It's Lonneke heet het, dus ga het zeker even checken. Dus het tweede deel van deze video eigenlijk komt op jouw kanaal. En ja, wij hebben heel erg veel zin in deze video en laten we snel gaan beginnen. Met onze middelbare schooltijd eigenlijk. Ja. Ja, ik zit nog steeds op de middelbare school. Ik ben zelf net klaar met de middelbare school. Ik ga nu naar de tweede van het mbo. Dus ik heb vorig jaar examen gedaan. Dus we gaan een beetje vertellen, ja, hoe het bij ons ging. En een beetje tips geven hoe jij je eerste middelbare schooldag of gewoon de eerste paar dagen op de middelbare school helemaal gaat rocken. Want ja, ja, het valt er allemaal hartstikke mee. Dus wij gaan even vertellen hoe het bij ons ging. Ja. Nou, hoe ging het bij jou eigenlijk? Weet je dat nog, hoe het een beetje op het begin ging? Ik vond het sowieso heel spannend. Ik was echt heel blij dat ik van de basisschool af was. Ik was echt heel blij dat ik naar de middelbare school kon. Maar ik vond het wel super spannend. Maar ik had een vriendinnetje van mij die ja, moest ongeveer het einde dezelfde weg fietsen. Dus dan hadden we afgesproken om bij het tunneltje af te spreken. En dan gingen we vanaf daar verder fietsen samen. Dan gingen we samen naar school. Dus wij hebben een kennismaking gehad voor de vakantie en daarna nog. Oh ja, dat heb ik denk ik ook gehad. Ja, wij gingen dan niet per se dingen doen, maar gewoon met de klas samen gewoon in een lokaal. En dat was dan vooral een naambriefje schrijven en dat soort dingen. Ja, zo ging bij mij de eerste dag eigenlijk een beetje aan toe. Het was best wel kort, dus de eerste dag is vooral gewoon heel leuk. Omdat iedereen is natuurlijk nieuw. Iedereen zit op dat moment met dezelfde spanning. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me de eerste dag van de middelbare school echt niet meer herinneren. Ik weet dat echt niet meer. Wat ik wel weet is dat ik nog echt heel erg zenuwachtig was. Ik had wel in groep 8 ook met jij zit dat ik echt dacht van nou, ik ben echt een beetje klaar met de basisschool. Ja. Ik wil gewoon naar de middelbare school. Zat jij bij veel mensen uit je groep 8 klas in de middelbare school? Nee, ik zat echt... Ik denk bij, nou ja, een paar jongens dan, maar daar ging ik dan niet super veel mee om. En mijn nichtje zat ik wel bij, maar voor de rest echt totaal niemand eigenlijk uit mijn groep 8. Ik had twee mensen uit mijn andere groep 8 klas en niemand uit mijn eigen klas. Dus eigenlijk, ja, het was voor mij ook allemaal nieuw, want ik kende ook bijna niemand. Voor de zomervakantie hadden we sowieso al een soort van kennismaking volgens mij. En toen werden we rondgeleid door de school en dat soort dingen. En ja, ik weet nog, ik kan me niet meer precies herinneren, maar ik weet nog wel dat ik het gewoon gezellig vond om iedereen een beetje te zien. En ja, oh ja, toen in de zomervakantie, toen hadden we alvast een groepsapp aangemaakt. Toen gingen we gewoon een beetje appen en alles. En toen ging ik ook met mensen privé appen. Ja, en uiteindelijk zijn we gewoon beste vriendinnen geworden, nu nog steeds. Dus dat is ook gewoon een tip om gewoon, ja, alvast mensen gewoon op Snap toe te voegen. Of ja, gewoon te praten sowieso al voordat je naar de middelbare school gaat. Ja. Want dan leer je elkaar beter kennen en dan sta je niet helemaal alleen voor als je erheen gaat. Als ja, het echt je eerste dag is. Ja, wij hadden ook de allereerste echte schooldag. Toen, ja, was nog niet echt een schooldag, maar gewoon de eerste dag na de vakantie. En toen was een meisje dat uiteindelijk echt een goede vriendin van mij was voor de middelbare. Die had iedereen gaan volgen op Insta en zo. Dus daardoor kwamen we eruit van, oh, dat ben jij. En toen zijn we elkaar allemaal gaan volgen. En op die manier hebben wij echt een soort vriendinnengroep gemaakt voor het hele schooljaar. Dus eigenlijk doordat je elkaar al een beetje gaat volgen en zo, kom je al wat meer over elkaar te weten. Kom je al meer met elkaar in contact. En dan ja, precies, komt dat in ieder geval al vaak best wel goed. Ja. Via Insta hebben jullie allemaal vragen gesteld. Iemand zegt hier, ik ga naar de eerste en ik vind het best spannend. Hebben jullie tips? Ik denk als je mensen die al bij jou op school hebben gezeten of die je kent op dezelfde school als jij zit en die hebben op de eerste dag voornamelijk dezelfde lestijden. Probeer dan samen te fietsen of spreek op een bepaald punt of dat je samen naar school kan. Want op deze manier ben je al met iemand samen als je binnenkomt. Dat scheelt echt een hoofdspanning. Ja, dat heb ik. Ik heb ook gewoon echt... Tot nu fiets ik gewoon altijd wel met iemand naar school meestal. Ja. Dus gewoon met iemand fietsen, want dat maakt dan minder spannend. Dan ga je gewoon samen daarheen. En als je niemand hebt om mee te fietsen, dan kun je altijd iemand appen die in jouw klas zit. Om bijvoorbeeld op school ergens af te spreken voor een lokaal of iets. Dat je gewoon samen naar binnen kan gaan als je dat spannend vindt. Ja, en anders komt het ook altijd wel goed. Ja. Het is gewoon zo. Het is lastig, maar ja, zenuwachtig zijn is ook best wel normaal. Ja. Dus... Ja, je kan het gewoon proberen om als je de allereerste dag nog niemand kent, gewoon vast bij een groepje te gaan staan of bij andere mensen uit je klas te gaan staan. En probeer dan op die manier alvast wat contact te leggen of gewoon wat simpele vragen stellen als waarom ze naar deze school zijn gegaan, dat soort dingen. Ja, precies. Ja, dan kom je gewoon sneller in contact. En meestal als je met iemand in het begin al contact hebt, blijf je daar die hele dag ook wel een beetje bij meestal. Ja, dat is echt zo. Ja. Dan heb je meestal ook gewoon een gesprek en dan ja, uiteindelijk gaat het vanzelf allemaal wel. Ja, dat komt echt wel goed. Iemand vraagt, wat is het grootste verschil tussen de middelbare school en de basisschool? Nou, dat is wel een heel groot verschil, vind ik zelf. Ja. Ligt natuurlijk ook een beetje aan waar je op school zit en waar je op school hebt gezeten, maar... Ja,
Ja, ik denk dat het allergrootste verschil gewoon is dat je bij lessen echt naar andere lokalen toe moet. En voor elke les een andere docent hebt. Ja. Op de basisschool heb je toch gewoon altijd je eigen klas, je eigen leraar. En op de middelbare heb je ineens echt overal andere dingen. Ja. En elke docent heeft natuurlijk zijn eigen regels en zijn eigen gedrag, dingen die hij wel en niet vindt kunnen. Ja, wat ik vooral, maar dit is in mijn geval, wat ik vooral vond is op de basisschool was alles gewoon een beetje kleinschaliger. Als je gewoon een paar, iedereen kent elkaar, weet je wel, en je docent kent jou. Maar op de middelbare school is alles wat groter, je bent wat zelfstandiger, dat is ook wel een heel verschil. Niet alles wordt meer bepaald door jouw school. Je mag veel meer dingen zelf bepalen, bijvoorbeeld in de tussenuur kan je gewoon even weggaan. Dat ligt natuurlijk ook weer aan per school, maar dat is bij mij zo. Dus dat is wel een groot verschil, denk ik. Ja. Nou, iemand vroeg ons of de bovenbouw lastiger is dan de onderbouw. Want in de bovenbouw krijg je natuurlijk ook je vakkenpakket en zo. Dus er komt best wel wat bij. Nou ja, wat ik zelf vind is eigenlijk dat er niet heel veel verschil in zit. Maar dat komt ook omdat ik 3 VWO deed en toen naar 4 HAVO ging. Dus eigenlijk zat daar niet heel veel verschil tussen. Ik vond het ook wel meevallen. Sowieso, je bent natuurlijk al de eerste en de tweede bezig. En alles wordt gewoon opgebouwd. Je wordt er ook wel goed op voorbereid. Dus ik vond het echt het verschil heel erg meevallen. Maar ja, ik vond de school ook niet zo moeilijk. Dus ik denk dat het er echt heel erg aan ligt hoe je ook zelf leert en wat je zelf allemaal doet voor school. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, docenten vinden, ga je wel zelfstandiger vinden, dus je mag wel meer zelf bepalen. Dat wel, want dat is wel wat ik heb gemerkt dit jaar. Van ja, als je huiswerk niet maakt, ja, je krijgt geen strafwerk meer of zo. Het is gewoon van ja, boeien, het is jouw probleem. Niet dat je het daarom niet moet doen. Nee, maar het is gewoon je eigen ding. Ja, maar docenten krijgen wel echt die instelling van, oh, jullie moeten het doen hoor, ik niet. Ja. Dus... dus ja, als je het niet doet, dan boeit het ze ook veel minder dan in de onderbouw. Is bij mij dan. Ja, dat was bij mij ook. Nou, en dan nu eventjes op het gebied van vakkenpakket. Dan moet je kiezen als je in de derde zit, geloof ik. Ja, of het ligt eraan welk niveau je doet. Ja, ligt... oh ja. Ik moest eind van het tweede vakkenpakket kiezen en ik kreeg dan in de derde en in de vierde. Ik moest dan in het eind van het derde een vakkenpakket kiezen en ik krijg dan in de vierde en in de vijfde. Ja. Ik had dus qua vakkenpakket had ik economie en maatschappij gekozen met, wat was ik als extra vak? Oh ja, met AK als extra vak. Nou, na 3 weken heb ik AK laten vallen, want dat was gewoon niet mijn ding. En had ik tekenen gekozen. Dus toen had ik economie, maatschappij en cultuurmaatschappij. En toen, twee maanden geleden heb ik economie laten vallen, want dat was gewoon echt niet mijn ding. Ik ben dit jaar dus uiteindelijk geëindigd met cultuurmaatschappij. En ja, hoe zit het met jou? Ja, ik heb zorg en welzijn gedaan. Was echt niet leuk. Als je wil doen, moet je het doen, maar ik... er viel niemand aan. Nee. Niet op mijn school in ieder geval. Maar verder, ik heb het zorg en welzijn gedaan. En ik had gewoon al mijn vakken gehouden. Ja, je kon bij mij van de derde naar de vierde 1 vak laten vallen. En ik heb ze dan allemaal gehouden op dat moment. En daardoor werd voor mij 1 vak zelfstudie. Maar daar had ik dan geen les in. Dus heb ik gewoon alles zelf voor moeten doen. Dus dat was eigenlijk wat bij mij ging. Heb je boeken liever in je kluisje of in je tas? Nou, ik persoonlijk drop alles in mijn kluisje gewoon. Zo'n persoon ben ik gewoon. Ik heb geen zin om met een zware tas te lopen. Dus zoveel mogelijk gelijk in mijn kluisje in de ochtend. Ja, en ook in de pauzes ga ik gewoon naar mijn kluisje. Dan verwissel ik mijn boeken gewoon. Alles drop ik in mijn kluis. Ja, ik had ook altijd 2 lessen, dan pauze, dan weer 2 lessen, pauze. Zo leed het door. En dan legde ik eigenlijk gewoon alles wat ik elke keer na de pauze had, legde ik in mijn kluisje. En dan ging ik in mijn pauze even terug naar mijn kluisje. Soms ga ik ook gewoon tussen 2 lessen door even snel naar mijn kluis en dan weer naar het lokaal. Maar dat is misschien handiger om te doen als je echt weet waar alle lokalen zitten. Ja. Nou, daarnaast wordt ons gevraagd hoe wij ons schoolwerk kunnen combineren met YouTube en social media. Ja, dat is af en toe nog wel een lastige, vind ik zelf. Ja, ook. Iets wat je moet onthouden, wat heel stom is, maar wat je wel moet onthouden is, school gaat altijd voor. Ik moet zeggen, dat wordt niet altijd in de praktijk gebracht bij mij, maar... ja, het moet wel altijd. Ik denk dat het heel slim is om dit, tenminste hoe ik het combineerde, soms was echt gewoon een planning maken en dan plan ik even, zet ik mijn huiswerk op een rijtje, want dan had ik dat uit mijn hoofd. En dan kon ik ook inschatten op welke dag ik het beste video kon opnemen en in de vakantie veel vooruit filmen. Ik ga naar de eerste, moet je daar make-up dragen of niet? Nou ja, dit is dus echt een ding waar je gewoon helemaal jezelf in moet blijven. Dat is gewoon echt zo. Al wil je make-up dragen, doe het lekker. Al wil je niet, doe het lekker niet. Je moet gewoon echt jezelf blijven. Want ik weet hoe het is. Op de middelbare school word je soms gewoon echt
jezelf soort van veranderen om erbij te horen. Maar dat moet je dus gewoon echt totaal niet doen. Nee. Dat is echt een les die je moet weten. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Geldt ook voor kleding, voor alles wat je leuk vindt. Doe lekker wat je zelf wil en niet wat anderen willen. Nee, en zeker in de eerste jaar heel veel mensen die nog geen make-up dragen. Ik voel zelf in de eerste ook niet echt make-up. En desnoods, als je er echt niet fijn bij voelt of je nou wel of niet moet doen, omdat je het gewoon zelf niet zo goed weet, kan je altijd je mascara meenemen naar school. En dan kan je altijd even kijken hoe je je op school voelt zonder make-up. Kan je het altijd nog Zijn leraren op de middelbare school heel streng? Ligt echt aan de docent. Ligt echt aan de docent. Je hebt altijd wel strengere en minder strenge docenten. Ja. Ik kan me nog wel herinneren van de eerste klas dat ik oprecht heel erg bang was voor die docenten. Gewoon omdat ze een beetje onvoorspelbaar waren. Ja. En ik ben gewoon niet iemand die snel er tegenin gaat. Sowieso niet. Same. Dus ik zit daar dan echt zo van, ja, ik laat het me over me heen komen en alles. Ik ben daar echt in veranderd. Ik kan nu echt gewoon zeg maar zijn van, hier ben ik het niet mee eens. Dit klopt niet, wat jij zegt. Ja? Ja, maar op de middelbare school was ik echt niet zo. Ja, docenten zijn meestal wel zo dat ze altijd zelf gelijk willen hebben. Dus als ik er dan tegenin ga, dan heeft het totaal geen zin. Ja. Dus meestal laat ik het maar gewoon een beetje over me heen lopen en denk van, oké, ja. Goed. Ja, maar weet je, het is wel heel leuk docenten die streng proberen te zijn. Ik had een docent die probeerde altijd heel streng te zijn en dat was echt fantastisch. Ja, maar dat is juist erg, want iedereen gaat er misbruik van maken. Dat was ook. Er zijn dingen gebeurd in die les. Die persoon was echt wel een hele aardige docent, maar gewoon verkeerde aanpak. Ja, maar dat is best wel veel docenten. Dan hebben we denk ik wel alle vraagjes beantwoord. Ja. Zoals ik al zei, het tweede deel komt straks op Lonnekeder kanaal. En dan gaan we ook wat meer persoonlijke verhalen vertellen, denk ik. Ja, meer persoonlijke onze grootste verhalen. Blunders. Oh, ik ben nu al mijn grootste blunder. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het ook nog niet. En als jullie dat willen zien, ga dan zeker kijken in op Lonnekes nieuw kanaal. Ik zal hem even hierboven zetten. En we vonden dit heel erg leuk om te doen. Ja. Heb je verder nog ideeën voor schoolvideo's? Laat het vooral ook even weten in de reacties. En dan zien we jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe video. Doei! Doei!